Mijn naam is Andy Moors, ik ben CEO en afgevaardigd bestuurder van de Veldeman Groep, gelegen in Bree. Ik ben in good company met Mark Heggen. We komen elkaar regelmatig tegen in het VKW-netwerk en op VKW-activiteiten. We zijn ook alle twee bestuurslid van een ondernemersclub en in die optiek zien we elkaar ook regelmatig op het CLI-overleg binnen het VKW. Maar Veldeman is in de volksmond gekend als tentenbedrijf. Enerzijds hebben we de evenementen waar dat we festivals verzorgen of grote bedrijfsevents. Tweede belangrijke markt is de markt van industriële toepassingen, waar dat we stockagehallen voorzien, tijdelijke winkels, maar ook bijvoorbeeld grote mijnprojecten realiseren in Zuid-Amerika. En dan hebben we een derde markt waar dat we onze producten verkopen of verhuren aan andere tentverhuurders wereldwijd. De toekomstvisie van Veldeman is dat we eigenlijk verder willen blijven groeien en een innovatieve internationale speler en leider willen zijn in een aantal specifieke nichemarkten. En op die manier willen we eigenlijk ook voor onze medewerkers een boeiende, leerrijke omgeving creëren waarin dat ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en ook interessante, boeiende en uitdagende projecten kunnen realiseren. Ik ben ondertussen 10 jaar lid van VKW. Ik neem deel aan verschillende activiteiten, zoals uiteraard de werkgroep Management 3, maar ook de jaarvergadering, de midzomernacht en zo verder. In good company betekent voor mij dat je contact hebt met andere ondernemende mensen die je op een informele manier ontmoet, maar die je ook op formele manieren ontmoet, maar die als het nodig is je gewoon een belletje kan geven en zeggen van kijk, ik zit met een probleem, hoe pak jij dit probleem aan? Good company voor mij is Luc Kathagen van Kathagen NV. Ik ken Luc als een zeer gedreven, creatieve geest. En daarin zijn we denk ik perfect complementair. Naast het feit dat we ook heel graag bij Pot en Pint bijleggen. En ik denk dat we elkaar daar ook in gevonden hebben.